Het is nu een kwestie van opruimen, de schade opnemen. De brandweer is bezig om de slangen op te ruimen. En je ziet wat nieuwsgierige Bergenaren, want het is hun hotel De Draak. En ze komen toch even polshoog te nemen. Goedemorgen meneer. Goedemorgen. U komt eventjes kijken. Ik kom even kijken, ja. Geschrokken van het nieuws? Nou, ik hoorde het gisteravond en het was... daar schrik je toch zeker van, en, omdat het zo'n mooi pand is. Ja. Denk je toch altijd van, het zal toch niet waar zijn. Maar... Veel mensen zeggen, de voorgevel staat nog. Gelukkig wel. Dat is wat we kunnen zien. Wat daarachter is, geen idee. Maar het lijkt mee te vallen. Ja, ik bedoel, mijn gedachten waren veel ernstiger. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, je ziet het natuurlijk niet van binnen. Maar het zal zeker blijven bestaan, denk ik, zoals het er nu bij staat. En dat is... Ja, het zal zeker blijven bestaan, zegt die meneer. Ja, het is op het nippertje gered, hè? Het had niet veel gescheeld. Ik heb Frans Hazen, de eigenaar, vanochtend vroeg gesproken. Hij is de hele nacht doorgegaan, niet geslapen. En hij zei, de brandweer stond net op het punt om eigenlijk te zeggen, laat het maar uitbranden en we zien wel wat er overblijft. Maar ze hebben het wel kunnen redden. Maar als je in het zijstraatje hier achterbij gaat kijken, in het Sint-Annestraatje, onder het olifantje door, zeg maar, dan zie je daar zwart geblakerde ramen, zwarte muren, roet, rotzooi. Maar, zegt Frans Hazen, we gaan het weer herbouwen. De Draak heeft meer dan 600 jaar geleden de stadsbrand overleefd. De Draak is gelegen naast het stadhuis met de spreekwoordelijke spreuk van 1000 gevaren kom ik erboven. Ik garandeer Bergen op Zoom, ik garandeer Nederland, ik garandeer onze relaties, onze logees, dat de Draak dit ook te boven komt en als een feniks uit de as zal herrijzen. Nou, dat is mooi gezegd. Het gaat dus herbouwd worden. Is er al iets bekend over hoeveel het allemaal gaat kosten, wat het gekost heeft? Nee, de verzekeringsagenten die worden nu ingevlogen. Er wordt nu nog bagage van de hotelgasten eruit gehaald, in zoverre als die beschadigd is. Het zal de komende dagen blijken hoe groot de financiële schade is, maar emotioneel is hier heel veel schade aangericht. En veel Bergenaren die staan hier toch een beetje met een bloedend hart te kijken dat hun draak... Dit is overkomen eigenlijk.